straatkerk, waar ik altijd even binnenging, is één grote puinhoop. De silhouetten van haar torens tekenden zich akelig af in de brand die avond. Een dag later heeft men de torens laten springen. Ook de kerk van Kuipers aan de Augustijnenstraat en de kerk aan de Doddendaal zijn weg. Heer onze God, wij smeken u, schenk ons vrede. U begrijpt, Ab Uyen was een zeer gelovig man. Op maandag 28 februari schrijft Ab: de stad is onherkenbaar geworden. Kloosterman, waar ik graag naar op bezocht, is volkomen verwoest. De Houtstraat, de Zijkelbaan, de Bloemenstraat, de oude Varkensmarkt, ze bestaan niet meer. En de kerken, het is om te huilen. Ab Uyen zoekt troost in de muziek. Hij gaat naar diverse klassieke concerten in Nijmegen. Op 4 maart is er een speciaal concert in de vereniging. Op het programma Mozart, Haydn en Beethovens 8e symfonie. Voor Ab is Haydn veruit favoriet. Er wordt niet geapplaudisseerd.